Beste meneer, mag ik u voor mijn studiepunten een paar vragen stellen? Ja, natuurlijk, Richard. Vraag 1. Wacht even. Sorry, ik kan niet zo goed lezen. Ik heb de leesbril niet bij me. Oh, hier, dank je. Vraag 1. Acteur, regisseur, schrijver Laurens ten Den. Wat is je naam? Laurens ten Den. Ik ben ... en ik schrijf voor de eindejaarsconferentie. Ja, ik ben de samensteller, regisseur, meedenker aan de eindejaarsconferentie. Je schrijft voor de eindejaarsconferentie, maar cabaretiers schrijven toch hun eigen verhaal. Ja, natuurlijk. André Manuel, Thijs Kemperink, Bert Eeftink, Jan Riesewijk, Nathalie Baatman. Ja, die schrijven allemaal hun eigen dingetjes. Maar we maken met z'n zessen één grote show. En er zitten nog meer dingetjes in. Er zitten liedjes in, er zitten wat scènetjes in. Dus de theaterman Laurens doet ook mee. Kun je iets verklappen over de eindejaarsconferentie? Nee. Krijgen we met deze een mooie afwisselende avond? Ja, ja, dat krijg je. Want het zijn allemaal Twentse cabaretiers, maar ze zijn allemaal compleet anders. Nathalie is voor de hele zachte, unieke, vrouwelijke kant. Thijs Kempering die kan als geen ander het dorpsleven goed weergeven. André Manuel valt de hele wereld aan. Helgen Hendrik, dat is onze eigen Archie Bunker, zal ik maar zeggen. En Jan Riesewijk, nou ja, de katholieke kant, die kunnen we niet missen. Meneer zegt dat het een prachtige show is, omdat... ... Omdat jouw meneer dat zegt, Richard. Je hebt onmenig een goeie leraar, hé. Ja, kun je wat bij hem. Het wordt gewoon onmenig mooi. En zo niet, dan wordt het onmenig lachen. En zo niet, dan wordt het onmenig huilen. Of ergens ertussen, nee. Maar je bent er gewoon bij, man.